Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. In Sportspreekuur volgen wij iedere week artsen en patiënten van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Vandaag komt de heer Van Koot bij dokter Berg met een schouderkwetsuur en wordt duidelijk of je met astma wel kan sporten. Meneer Koot heeft zich geblesseerd tijdens het sporten. Omdat hij last blijft houden, komt hij vandaag bij het sportspreekuur. Hij legt uit wat de klachten zijn. Klachten in de schouder, pijnklachten, rechts. Al maandenlang, misschien al een half jaar, misschien nog wel langer. Het blijft continu aanwezig. Ik hoop dat ze wat kunnen doen. Dus, ik ben hier één keer eerder geweest bij Van den Berg en die is toen afgesproken om samen met een therapeut naar te gaan kijken. Maar ze verwachten dat er met fysio daar gewoon volop kan worden. Dus. De klachten blijven eigenlijk bestaan. Hè? Dat, toen onderzocht, toen viel op inderdaad hè, dat het ritme van het schouderblad eigenlijk heel afwijkend was. Toen dat wat stabiliseerde gaf je al eigenlijk aan van nou, dat voelt al beter aan. En dat was ook de reden dat we hebben gezegd inderdaad, hè, van dat we toch een gecombineerd spreekuur hebben met onze manueel therapeut. Die specifiek ook voor de schouder is, is de vraag van wil die eens meekijken en adviezen geven of je toch van die schouderklachten af kunnen helpen. Ja. Duim omlaag. Nee, gewoon zo houden, duim omlaag houden en duw nou eens tegen mij. Dat is ook pijnlijk. En als je de duim naar boven doet, en je doet hem dan? Minder. Dan is die minder pijnlijk. Ja. Okay. Ja, deze meneer heeft schouderklachten al geruime tijd en wat zijn probleem is, zijn schouderblad die moet goed gefixeerd zijn om zijn bovenarm te kunnen gaan bewegen. En bij meneer viel het juist daaraan dat zijn schouderblad niet goed gefixeerd is door bepaalde spieren die daar verantwoordelijk voor zijn. Ja, en als dan zijn arm gaat bewegen, dan beweegt ook zijn schouderblad. En dan heb je twee punten, twee bewegende bordstukken die bewegen, waardoor er een bepaalde krachtenlijn in het gewricht komen, waardoor meneer zijn klachten heeft. En je heel mooi kon zien dat hij zijn klachten opwekt als hij beweegt. En op het moment dat of de dokter of ik zijn schouderblad fixeer, dat zijn klachten reduceren, dus dat ze afnemen. En dat is voor ons een teken dat zijn stabiliteit van zijn schouderblad niet goed genoeg is. Ja, en als je daaraan gaat trainen, als je daaraan gaat werken, dat het beter wordt, dat die spieren de functie overnemen, dat die goed stabiel blijft, dan zal hij minder klachten krijgen. Astma komt vaak voor en geeft veel overlast. Maar is sporten dan nog wel mogelijk? En wat is eraan te doen? Dokter Schoppers vertelt over de mogelijkheden. De meest voorkomende longproblematiek die wij bij ons op de poli zien, is astma en COPD. Astma is iets wat meestal in een familie voorkomt, wat min of meer in de genen meezit. Vaak zitten daar ook allergieën bij. En COPD is een ziekte die vooral wordt veroorzaakt door roken. Mensen met longproblematiek kunnen over het algemeen zeker heel goed sporten. Sommige sporten kunnen ze niet doen. Maar neem astmapatiënten, zijn vaak jonge patiënten, die heel goed kunnen sporten. Veel van de Olympische medaillekandidaten zijn astmapatiënten die een hele goede prestatie kunnen leveren. Dus wij raden mensen altijd af om te roken of te blijven roken. Roken zorgt voor slechtere luchtwegen, meer longproblemen, waardoor mensen minder goed kunnen sporten. We hebben hier een manquette met meerdere luchtwegen waarbij zichtbaar is van normale luchtwegen zoals die zijn, die mooi ruim en wijd zijn, waar geen ontsteking in zit, waar geen tot weinig slijm in zit, tot luchtwegen die verder vernauwd raken door bijvoorbeeld een astma of een COPD, waarbij in de laatste stadium de luchtweg dusdanig vernauwd is dat ademhalen bemoeilijkt wordt. En met name met inspanning, waarbij mensen meer lucht nodig hebben, dat behoorlijk bemoeilijkt raakt. Er zijn zeker oplossingen voor mensen met longproblemen die sporten. We kunnen longinhoudstest, waarbij mensen aan een machine een in- en uitademen, en waardoor we de longinhoud kunnen testen en kunnen kijken van hoeveel longinhoud ze nog hebben.
aan de hand van de uitslagen die we krijgen met zo'n longfunctietest kunnen we goed kijken wat voor medicijnen mensen nodig hebben, zodat mensen met zo min mogelijk medicijnen kunnen functioneren. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het streekziekenhuis Koningin Beatrix.